Ik stel aan u voor onze juryvoorzitter van vanavond, want gisteren trof ons het bericht dat drie jonge Nederlandse Europarlementariërs niet meer op vrijdag willen vergaderen voor het Europarlement. Nu al niet meer, dachten wij. Dus we willen daar het fijne van weten. En we hebben uitgenodigd van D66 mevrouw Loezewies van der Laan. Had u nog een mening over die marinevrouwen trouwens? Ik vond het ook een leuke actie. Goed, vooroordeel. U bent lui. U wil niet meer op vrijdag vergaderen terwijl het toch goed betaald wordt, het werk. Nou, we willen juist wel vergaderen, maar dan inhoudelijk. En het probleem is dat die vrijdagvergaderingen, daar gebeurt bijna niks. Dus 2 uur een vergadering, die gaat bijna over niks inhoudelijks. Hele kleine onderwerpen. En de mensen komen daar, zetten hun handtekening, vertrekken meestal na 1 of 2 uur al. Dat betekent dat er op gemiddelde vrijdag van de 626 Europarlementariërs minder dan 200 aanwezig zijn. Nou, dat is slecht voor de beeldvorming. Dan zou ik zeggen, roep ze op om wel te komen. Nou, dat hebben we dus geprobeerd. We hebben eerst geprobeerd die agenda te zwaren en om te zeggen van, hé, je mag ook niet alleen maar tekenen en weggaan. Je moet bij de stemming aanwezig zijn, anders krijg je dagvergoeding niet. Nou, al die methodes die hebben gefaald. Dus nu hebben we gezegd, nou, we hebben het 8 maanden aangekeken. We konden het niet via de normale weg doen. Dus nu hebben we gezegd, doen we het op deze manier. We vragen een quorum. Blijkt elke keer dat niet een derde aanwezig is, dan kan er niet meer gestemd worden. En het lange termijn doelstelling is of een serieus debat op vrijdag met iedereen aanwezig, of gewoon afschaffen. En dan kunnen we vrijdag gewoon iets nuttigs doen, zoals bijvoorbeeld op werkbezoek gaan in Nederland, contact houden met de achterban. En serieuze dingen. Ja, wat vindt u de niet belangrijke onderwerpen die dan op de agenda staan op vrijdag? Nou, we hadden vorige maand hadden we het bananenregime van de Canarische eilanden. Zo. Ja, ik wil geen Canariërs beledigen. We hadden een visserijakkoord met Marokko. Kijk. En het is niet dat dat niet hele belangrijke onderwerpen zijn, maar die stemming had ook makkelijk op donderdag kunnen plaatsvinden. Dit is een beetje een excuus zodat mensen hun dagvergoeding binnen kunnen halen. En, ja, wat is die ook weer? Die is €265, 520 gulden. Alleen maar om een paar uur te vergaderen. En ja, dat is nou precies wat wij willen tegengaan. En ja, het is een ontzettend log apparaat, het parlement. Je kunt het niet altijd via de normale weg veranderen. Dus toen hebben we gezegd, dan maar op een creatieve manier, op een wat andere manier. We blijven het aan de kaak stellen tot dat is afgeschaft. U hoeft vandaag maar 1 uur te vergaderen en u krijgt een fles wijn. Dat zeg ik er van tevoren bij. Waar gaat u op letten? Ik vind het leuk als mensen betrokken zijn. Als ze echt in geloven, als je merkt dat ze ervoor gaan, dat ze overtuigd zijn van hun standpunt. Maar dan moeten ze tegelijkertijd wel iets echt inhoudelijks bij te dragen hebben. Dus goed over argumenten hebben nagedacht.